Nee, oké, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Gitaarsolo van die jongen op gitaar bij ons in de band. In 1995 vond ik dat wij in Nederland schandalig omgingen met de mensen die ons land rijk hadden gemaakt na de oorlog. En nu is het 2011 en is het alleen maar erger geworden. Dus ik denk inderdaad eigenlijk wel dat het gewoon nog actueel is. Muziek nog heel sterk. Ging elke zondag te voet van huis naar kerk. Dagen zat hij voor het raam, hij groette iedereen. Altijd kinderen over de vloer, mensen om hem heen. Maar op een dag besliste kleinzoon, opa was te oud. Kleinzoon kocht het huis en heeft het toen verbouwd. Opa werd getransporteerd naar een bejaarde flat. Daar kreeg hij op 13 ook een kamer met een bed. Aan verzorging had opa beslist geen gebrek. Drie maaldaagse maaltijd en soms een kort gesprek. Maar opa miste zijn huisje, zijn raam en zijn straat. Dat huisje in die leuke buurt, dat was opa's thuis. Dat heeft een jaar geduurd.